Ja, het is zover. Ik zit vandaag in een prachtig verbouwd gebouw aan de Molenstraat, want hier is een geheel nieuw hobbycentrum verrezen. Ik heb zojuist een rondleiding gekregen door deze twee heren hier en het ziet er werkelijk prachtig uit. Nou, die heren die hier zitten, die gaan zich natuurlijk eerst even aan u voorstellen. Ik heb het genoegen met... Hans Kranen. Ik ben de voorzitter van heel officieel de stichting Hobbycentrum Kuik. En al die tijd bezig geweest om te realiseren waar we nu zitten. Peter Schouten. En ik ben bestuurslid vanaf het begin dat we meer dan twee jaar geleden... twee dames geholpen hebben met dit op te zetten. Dat begon bij mij thuis eigenlijk met mijn vrouw Anka. En een kennis van haar. Zij samen zaten ergens op een hobbyclub. Met boetseren was dat. En dat stopte daar. Dat was niet in Kuik. En daar zaten ze dan. En ze zeiden tegen elkaar, eigenlijk raar dat we in Kuik niet iets van een hobbycentrum hebben. Want ze waren bekend met dat hobbycentrum Mil. En van het een kwam het ander. En dan zeggen ze, goh Hans, zou dat niet gaan lukken om in Kuik zoiets te realiseren? En ik zeg, nou, dat gaan wij alleen niet klaarspelen. Daar hebben we een paar mensen meer voor nodig die daar goed in kunnen meedenken. Ja. En toen is er een groepje van een zestal mensen aan de slag gegaan, waaronder ook Peter. Ja, ja. Want een hobbycentrum opzetten, het klinkt leuk, het klinkt makkelijk, maar zo werkt het zeker niet, hè? Nou ja, het begin. Heel wat aan vooraf. Ja. Afgezien van dat je een aantal vergaderingen hebt waarbij je gewoon gaat zeggen, wat is eigenlijk een hobbycentrum, want ik wist er helemaal niks van. En dan is de eerste stap, als je een hobbycentrum hebt, wil hebben, dan zul je toch iets moeten hebben van een ruimte, want je kunt het niet allemaal buiten doen. En dat heeft dik een jaar geduurd voordat we hier in Kuik elk openstaand en vrijstaand pand gebruikt hebben en gekeken hebben. En uiteindelijk is Mooiland degene geweest die de handschoen opgepakt heeft en ons in dit dubbele gebouw gezet hebben. Het zijn eigenlijk twee woonhuizen. Ja. Dus het was ook niet eenvoudig. En wat Peter zegt, we hebben een jaar gezocht en allerlei vastgoed- en projectontwikkelaars die vroegen allemaal de hoofdprijs. Totdat we hierop stuiten en Mooiland erg maatschappelijk meedacht, om het zo maar even te formuleren. Nou, van het een kwam het ander. Dan moet je natuurlijk ook weer de gemeentelijke medewerking hebben, want het dubbel woonhuis, dat kan niet zomaar een hobbycentrum worden. Al met al hebben we goed met elkaar samen nagedacht over deze voorziening, want het is een gemeenschapsvoorziening. En iedereen heeft het belang daarvan ingezien. En zodoende is het ook kunnen worden wat het nu is. Ja. Ja, en nu toch, even terug nog naar het begin. Je zei het net al, Peter. Wat is een hobbycentrum eigenlijk? Een hobbycentrum is eigenlijk een plek waar mensen, senioren, maar niet specifiek senioren, die van hobby houden, maar niet meer de gelegenheid hebben om dat in eigen ruimtes te doen. Omdat ze van een mooi woonhuis op een flat terechtgekomen zijn. En dus wat lastiger is om met een zaagmachine in een woonkamer nog iets te maken. Daarvoor is hier eigenlijk een ruimte gecreëerd. En dat kan houtbewerking zijn, textiele vormgeving, boetseren, edelsmeden. Eigenlijk elke hobby die je wil uitoefenen zou hier kunnen. Waren het niet dat we wel een hele hoop leuke ruimtes hebben. Maar eigenlijk met de huidige 75 ja, leden. Periodes krijgen dat er vier man in een kamertje zitten en anderhalve meter afstand moet nog wel, maar is soms erg moeilijk. Dus mondkapjes op, naar binnen komen. In het begin hebben we nog wel ook QR-codes gedaan, maar ja, mensen kennen elkaar, dus we proberen die afstand van anderhalve meter wel te houden. Maar de ruimtes zijn, in relatie tot het aantal mensen wat we nu hebben, in een aantal gevallen goed bezet. Ja, maar we hebben het ook zo ingericht dat dat niet alles tegelijk komt. Hè? Want Peter zegt terecht, mensen, en dat zijn vaak senioren, die het thuis niet meer de gelegenheid hebben. Maar wij zijn daarnaast ook wel voor alle leeftijden, maar ook voor mensen die graag een hobby beoefenen samen met een ander. Omdat dat ook een ontmoetingsfunctie heeft. En dat merken we ook aan onze deelnemers, dat ze die ontmoeting
erbij belangrijk vinden. Ja, de sociale contacten. Voel je, dat proef je. Ja, sociale contacten, dat is zeker een ding. En 's middags zijn er de groepen. Dat wordt allemaal zo ingedeeld dat ze niet te groot zijn per ruimte. Want als alles tegelijk komt, dan gaat het niet. En daarnaast kan men wel dagelijks inlopen als je denkt van nou, ik ben nog net met iets bezig. Maar normaal gesproken zit er het groep of het groepje 6-7 mensen. En dan kan dat in die ruimtes. Ja, want jullie zeiden net al, er zijn zo'n 75 mensen al die hier komen. Ja. Allemaal tegelijk, dat gaat natuurlijk niet. Maar hoe komen mensen hier terecht? Als er nu mensen zijn die kijken, die denken van ja, maar ik wil ook hobbyën ergens anders. Past dat nog? Want jullie zijn pas net begonnen en er zitten al 75 mensen hier. Ja, dat past nog. Nee, maar we hebben, kijk, er zijn 5 middagen. En 1 hobby, dan kom je op 1 middag in jouw hobbygroep. En voor die hobby kunnen dus 5 middagen een hobbygroep komen. Hè? En 5 keer 5 is 25. Nou is dat te veel geredeneerd. Want als je dat met alle hobby's doet die wij hebben, dan zijn er 10. Dan zouden er heel veel deelnemers kunnen zijn. Maar wij kunnen zeker doorgroeien naar 100 en misschien ook nog wel wat meer. Oh, okay. En die ruimte is er overigens ook. En, ja. Wil men er meer van weten, dan goed, dan kan men naar de website en dat soort. Is er een soort van begeleiding erin? Als mensen denken van nou ja, wat je net noemde, boetseren, die denken van nou, ik vind het gewoon leuk, kan ik een soort van cursus krijgen, zoiets? Of is het al, je hebt een hobby en je komt hem hier uitoefenen? Nou, cursussen geven we niet. Er zijn geen cursussen, maar het doel van de groep is dat er altijd wel iemand is die meer weet als een ander. Dus je helpt eigenlijk elkaar constant. Ja. En dat zie je ook gebeuren bij edelsmeden. Was ik toevallig gisteren, dan zie je dat iemand een gaatje ergens wil boren en dan weet ze niet precies hoe dat gaat. En dan pakt de volgende, die pakt het op zich. Je hebt het verkeerde boordje, ander boordje pakken. En dan wordt uitgelegd waarom dat gebeurt. En zo brengen ze eigenlijk elkaar steeds op een hoger niveau. Ja. En hebben ze toch nog plezier aan elkaar ook. Je mag 2 hobby's voor 2 hobby's intekenen. Mm-hmm. Voor een jaarbijdrage van €75. Want daar hebben we redelijk laagdrempelig willen houden. Omdat we die ontmoetingsfunctie ook belangrijk vinden. En alles is al duur genoeg waar mensen aan moeten deelnemen. Dus dat is voor die jaarbijdrage. Is dat 2 hobby's kunnen we dan aanbieden. En wat Peter zegt, je leert van elkaar. Bij elke hobby zit een soort betere hobbyist die we begeleider noemen, die is daar ook als zodanig aangesteld, zeg maar. Net zo goed als we iedere middag vanuit de deelnemers een conciërge hebben om het algeheel wat in de gaten te houden en om de koffieuur te regelen en al dat soort zaken. Het moet open, het moet dicht, de verwarming moet aan en uit. Dus er is een hoop te regelen, maar daar hebben we allemaal vanuit de deelnemers mensen voor kunnen vinden. Nou, €75 jaarbijdrage klinkt in mijn oren niet zo heel veel. Ik neem aan dat mensen dan wel hun eigen materiaal moeten meebrengen, hun eigen breiwol of hun eigen hout wat ze willen bewerken. In grote lijnen wel. Er is natuurlijk altijd wel wat, maar in principe als iemand een project heeft, dan moet hij zorgen dat hij het gereedschap kan hier gebruiken. Dus de breipellen die hebben we hier, maar de wol moeten ze zelf meenemen. Ja. En dan nog, voor €75 per persoon, denk ik niet dat jullie het trekken, of wel? Nou, nee. Want ik zie hier ook een prachtige, mooie wand inderdaad, met bordjes erop. Dit zijn mensen die jullie nog financieren? Ja. Ja, we hebben een aantal fondsen die het wat grotere geld binnenbrengen, zeg maar. Maar we hebben ook, en dat is het rechterblad wat we daar zien, lokale ondernemers die allemaal jaarlijks structureel de komende 5 jaar ons financieel ondersteunen. Kijk. En alle beetjes helpen. En ik mag niet onvernoemd laten de Stichting Welzijn Ouderen Kuik, die daarin weer wat meer betekent, omdat de doelgroepen erg met elkaar verband houden, maar ook, wat zou ik zeggen, die is maatschappelijke gesubsidieerde functie die organisatie heeft. Ja. En zo hebben we samen met gemeente, SWOC en deelnemers bijdragen en wat sponsoren. En wijkraden moet ik niet vergeten, die hebben ons in het begin ook ondersteund om te kunnen beginnen met dit project.
Dus ja, we hebben veel draagvlak binnen de, ja, binnen de gemeenschap. Nou ja, gelukkig. Het is ook nodig natuurlijk om zo'n gebouw werkelijk draaiende te houden. Hè? Ja. 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 Binnenkort de grote opening. Wanneer? 19 februari. 19 februari. 19 februari. Officiële opening 11 uur 's morgens. Ja, dat is met een select groep. Dat mensen is voor genodigden. Ja. Ons duidelijk geholpen hebben om dit op te zetten. En vanaf 1 uur. Van 1 tot 4 hebben we een open dag voor de bevolking. Ah, en dan mag iedereen binnen. Ja. Ja. Op afstand even kijken wat hier allemaal te doen is. Ja. En om te kijken van of het ook iets voor die mensen zelf is of voor mensen die ze kennen. Ja. Ja. Ja, nee, men kan zich dan gewoon fysiek een beeld vormen van wat hier de mogelijkheden zijn. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook een website waar alles op staat. En die website, daar kan men naartoe. Die is? www.hobbycentrumkuik.nl. Dus iedereen die meer wil weten over dit prachtige hobbycentrum, die kan in ieder geval daar terecht. Ja. En anders misschien ter zijner tijd een keertje binnenlopen hier. Kan altijd. En we staan op Facebook. Ja, ja, Facebook zijn we ook te vinden. Als ze ons willen volgen, dan kun je ook zien wat er allemaal wel en niet gebeurt. Alhoewel de leeftijd het niet zou zeggen, zijn we toch redelijk bij de tijd. Ja, we doen op alle fronten ons best in ieder geval. Ja. Kijk, mooi. Dankjewel heren en heel veel succes met jullie prachtige nieuwe hobbycentrum. Dankjewel.